welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dien de Remus. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En ja, ik ben terug aan het rijden al naar mijn thuis toe. En vergeet ook niet op belletje te drukken, by the way. Ik ben nu dus naar huis aan het rijden. Ik ben zo even zo aan het kijken dat ik hier kan voorbij gaan steken. Hier ook nog invoegen, maar blijkbaar nu niet meer. Nee. Voilà. Dus ja, ik ben ondertussen tijd even naar BN geweest. Een goede dik uur en een half. Nu ben ik terug aan het rijden richting mijn thuis uit. Ik heb ook nog even bij BN haar thuis al even gewijd ook voor Pixelan, die binnenkort ook zit aan te komen, 14, 14 en 16 augustus in Ronse. Daar ben ik een beetje mee aan het samenwerken. Wat ons evenement mag doorgaan. Daar zijn we echt heel blij om. Onze allereerste evenement qua gaming gaat dus echt door in augustus. 14, 14 en 16 augustus. Echt in dat weekend echt niks te doen. En wilt je echt een gans weekend gamen? Kom dan zeker naar Pixelan. Echt waar. The place to be. Ik zal er ook aanwezig zijn een gans weekend om de competities en alles wat te leiden. En dan ook nog wat de catering help ik ook wat mee. Dus ik dacht voor jou ook een heel graag een fris pintje voor jullie. Dus bij deze, dan weten jullie dat. Kom zeker gerust eens een kijkje nemen op Pixelan. www.pixelan.be. Bij deze heb ik toch wel redelijk wat reclame gemaakt voor hun. Dat mag ook wel eens. En dan krijg je het Rijk Sint Joris te zien. Voilà, de camion van Sint Joris, waar ik ook heb gewerkt vroeger. Die wijk laat mij ook niet met rust. Zelfs niet op mijn vrije dag. Moet ik aan mijn werk denken? No. Ja, ik heb vandaag een vrije dag, dus vandaag is het maandag. Vandaag ga ik ook nog de Q&A ook nog opnemen deze avond. Als ik terug ben dan van Beerhard thuis toe. Dus ik ga straks nog naar Beerhard thuis toe. Wat ik nu nog ga doen, het gaat heel raar klinken. Ik kan nog wat bijslapen. Want ik ben nog wat vermoeid. Ik ben nog wat moe. Ik voelde dat aan mijn lichaam. Ik heb ook wat maagpijn. Ik weet het niet. Bij deze, ik ga jullie dan even laten. En dan ga ik toch straks ervan richting thuis rijden. Ik kom straks ervan bij mijn thuis aan. Zo bedoel ik. Oh, ik ben echt verward vandaag. Echt eens dringend even wat bijslapen. Dan komt dat wel allemaal wel goed. Oké, dus we zitten hier nu bij de Quick hier aankomen in Houthalen. Ik ben hier nog even een milkshake gaan halen en dan ga ik mijn dag ook afsluiten met een Q&A. Dus dan ga ik nog richting thuis rijden en dan nog de Q&A nog opnemen. Dus daarom dat er ook geen livestream was dus op vandaag. Dus daarbij. Dus het is nu al 21:32. Er staan nog twee auto's voor mij. Ik heb alleen maar een milkshake besteld. Dus kan hier nog even duren. Dus dan ga ik ook nog naar mijn thuis toe. Ga ik Q&A opnemen. Dan moet ik ook nog eens een livestream doen. Nee, dat gaat niet. Dan is het iets te veel. Ook voor mijn onderbuurvrouw. Daarbij deze. Dus ik kan eindelijk vooruit gaan. Nog één auto voor mij. Yuppie, kajé. Ik heb een milkshake AB besteld.
En ja, jullie zien het ook. Ja, mijn schatje zit er ook nog bij. Die heeft een vanille milkshake. Groot besteld. Dus bij deze kreeg ze dat ook van mij. Dat is ook lief, hè, mensen? Zeker. Blauw duimpje omhoog. En dan zie ik jullie allemaal zelfs terug op de Q&A. Hallo kijkers en welkom nog op een Q&A. Ik ga even ook wel redelijk stil zijn. Want het is al 9:15 en ja, je kent het wel aan mijn onderbuurvrouw. Ja, oké. Okay. Dus ik heb hier redelijk wat vragen binnengekregen op Discord. Dus die gaan we er even bij halen. Was je verliefd op Elisa? Nee. Was je relatie met Bea even op ingewikkeld gezet? Nee. Bij deze, Dr. Huisdens. Ik ben nooit verliefd geweest op Elisa. Omhoog van, ik heb gewoon het spelletje meegespeeld. Bij deze. Ben je nog actief op Badoo? Nee, ik ben niet meer actief op Badoo. Klassieke Suzy. Waarom hebben je ouders de naam Dimitri gekozen? Waren ze aanhangers van het regime van Bolsjewinken in Rusland? Nee, ik weet niet waarom dat mijn ouders deze naam hebben gekozen. I don't know, ik weet het niet. Ik weet het totaal niet, klassieke Suzy, waarom dat ze dat hebben gedaan bij deze. Hebt je ooit al eens seksueel contact gehad met de Yuri? Nee, dat heb ik totaal niet. Wanneer komt je voetbalvlog nu online? Ik heb daar toch al over gesproken, over FC Nerds. FC Nerds is waar ik ook heb meegedaan aan een auditie. En ja, daar is ze dus ontdekt dat ik wel kon voetballen. En ze zocht het voor de mensen die dus niet konden voetballen. Want ik was trouwens wel met links aan het shotten, waar ik totaal niet kon. Toen hebben ze op een gegeven moment gevraagd, ja, probeer eens met rechts te shotten. Ja, en toen was ik dus door de beugel gevallen bij deze. Dan Sophie 21. Dag Dimi, bij deze verwijs ik graag naar je video van 5 oktober 2018. Winkelen in de OK Alken. Je verklaart 1,67 euro te hebben ingezameld op 20 uur tijd ten voordele van de Rozenneusdag. Je huidige volgers in acht genomen zou dit record te verbreken moeten zijn. Zou je een nieuwe poging in de nabije toekomst zetten? Hoe ga je dit aanpakken? Naar welk bedrag streef je dan? Mijn streefdoel is dan 500. En dit jaar ga ik er niet aan meedoen, maar pas volgend jaar ga ik er mee aan doen. Dan pak ik ook speciaal daar ook verlof voor, dat ik alles in die verloftijd wel kan regelen. Ja, wacht hè. Dan BRNT Marcel. Als ik de laatste Q&A bekijk, lijkt het alsof er een bepaalde spanning zit tussen jou en Ad Jonas. Ben je kwaad op hem? Nee, ik ben niet kwaad op Jonas. Bij deze is deze antwoord ook beantwoord. Klassieke Suzy. Wat vind je van de volgende stelling? Psycho en Macho Man zijn pure synergie. 1 plus 1 is gelijk aan 3. Wat moet ik daarvan vinden? Ik vind daar geen geweldig. Wat moet ik daaraan vinden? Ja, gewoon, voilà, bij deze. Wie gaat de Tour winnen? En denk je ook dat Boca of Nadal voor een verrassing kan zorgen, oftewel top 3 plekje. Ik volg de Tour niet, sorry, ik volg dat totaal niet. Kiever dan, stelt dat er een geest 3 wensen van jou zou vervullen. Wat zou je dan wensen? 1. Vrede op de wereld, dat er echt geen oorlog meer gaat zijn. 2. Dat toch iedere mens zo lang mogelijk gezond mag blijven en geen bepaalde ziektes oploopt. Zoals nu die COVID-19. En 3.
Ja, dat de geest zijn eigen toer mag dan opgaan. En ook hij mag dan ook volledig gelukkig worden bij deze kiever. Remco, wat zou je doen met 1 miljoen? 1 miljoen om in spaarboekjes te zetten, een gedeelte en een ander gedeelte. Zal ik eens wel eens een reisje van maken, een leuke reisvlog van maken. En ik denk ook nog wel een computer, een nieuwe computer kopen. Dat staat ook dan nog wel op de planning. En ook nieuwe camera's en dergelijke. Hoe is het afgelopen met de klacht van in vlog 811? 811. 811. We gaan eens kijken. 811, enter. Niet te abonneren op mijn kanaal. En Alke. Blijf zeker kijken en geniet nu maar. Binnenkort, hè. Een timeslap. Bij deze. Twee ontbijt. Nee. Dus ja, ik ben hier echt werkelijkheid bij de politie. Misschien zit je daar zo wat op. Maar nu ga ik richting de bakkerij. Ik weet niet meer welke klacht dat was. Dat is op 11 april geweest. Ik weet niet welke klacht dat het was. Sorry, maar ik heb het op klimmetje even opgezocht. Maar ik kom er niet meer op achter bij deze klassieke Suzy. Dan Kever, hebben jij en Bea ooit gedacht om aan Temptation Island mee te doen? Nee, daar gaan we sowieso niet aan meedoen. Dat hebben we ons al over nagedacht. Dr. Heustens, wat zou je doen als Bea u zou bedriegen op Temptation? Iedereen verdient een tweede kans en een derde kans daarin. Meer niet. Kiever, zou je aan polygamie doen, moest het legaal zijn. Polygamie. Wat is polygamie of zoiets? Ik zal ze even eens gaan googelen. Ah nee, daar ga ik sowieso niet aan meedoen. Dat is dus dat je. Dus polygamie is een huwelijkvorm waarbij één persoon tegelijkertijd gehuwd is met twee of meer personen. Nee, dank u, Kiever. Dat zie ik echt niet zitten. PRNT. Misschien zou je voor elke vlog de kijkers een liedje laten kiezen. Dat je de volgende vlog moet meezingen in de auto. BRNT, ik ken niet zoveel muziek hoor. Dr. Reusens, ja natuurlijk, dat is een goed idee. Dr. Reusens, heb je tips hoe ik al die liedjes kan onthouden? Het lukt me niet, maar niet om de tekst van buiten te leren. Bij mij is het juist hetzelfde, Dr. Reusens. BRNT, heb je nog wat uitspraken in dialect? Vond de vorige echt goed en ben stiekem wat jaloers dat jij dat allemaal zo goed kan. Het paterke van Hasselt, ja, maar ik ken er ook niet zoveel van in de plat van Hasselt. Sorry, ik kan daar niks aan doen. Ja, nu ben ik al wat Limburgers aan het praten. Bij deze. Wat is je doel qua abonnees? Qua abonneedoel heb ik hoe meer, hoe beter is mijn doel. Wanneer doe je nog eens aan een kook-livestream als Bea hier samen woont bij mij? Vraag voor Bea: vind je het eigenlijk als Dimitri Chrisje noemt? Dat heb ik eens al eens gevraagd daarnaar en zij vindt dat totaal geen probleem, dokter Heusens. Bij deze is ook de vraag van Bea ook beantwoord. Sophie, misschien kunnen we samen met alle fans eens de bovenverdieping van het Alex Matthijske afhuren voor een heuse fanbijeenkomst. Kan je je hierin vinden? Ik wist niet dat die daar in een vergaderzaal kunnen hadden. Dat wist ik niet.
Ik zal eens zien wat ik deze grote vakantie kan organiseren. Ik weet het nog niet. Dat moet ik nog bezien. Bier en thee. Hoe hebben jullie elkaar eigenlijk leren kennen? En was er meteen sprake van verliefdheid tussen jullie twee? Ja. Hoe is dat eigenlijk ontstaan? Ik had dus mijn businesscard ook aan haar gegeven, aan Bea. Dus ik was die ook dus mijn businesskaartjes aan het uitdelen op Hasselt Kermis. Een paar dagen later belde ze mij, wou ze met mij afspreken. En zo is de liefde eigenlijk ontstaan. Zou je een fanmeeting laten doorgaan bij Eddie de Futurist? Dat moet ik ook nog bezien. Sophie 21. Wat is jouw favoriet frituurvleesje? Mijn frituurvleesje is frikandel. Hoe ziet een standaard bestelling bij frituur eruit voor jou? Voor mij is het gewoon, ja. Een kleine frietje, dus als ik hier bij de Chinees altijd hier ga eten, bij Trompunt hier in Alken, dan bak ik daar altijd een kleine friet met volle vol. Wat is jouw mening over biljartsaus? Dat ken ik niet. Ben ik heel eerlijk om, ik ken het niet. Dan BRNT. Hoe vaak per week eten jullie chicken nuggets? Dat was nu eens redelijk lang geleden dat ik nog chicken nuggets heb gegeten van de Quick of McDonald's. Is de locatie onder de brug aan het kanaal jullie vaste eetplek als jullie naar een fastfoodketen gaan? Nee, het hangt alleen maar af hoe warm dat het is. Dat is eigenlijk daar een hele ideale punt als schaduwpunt en dan is het daar lekker fris. Dan is daar wel onze vaste locatie. Ben je blij met de stand van zaken momenteel op het gebied van Psycho TV? Ja en nee. Ik wil eigenlijk nog veel verder gaan met Psycho TV, zodat ik ook mijn eigen merchandising te kunnen verkopen. Maar ik wil dat ook niet in zwart doen, dus dan moet ik ook nog een boekhoudster of een boekhouder in dienst gaan nemen. Maar waar haal ik het geld? Dat is de vraag. Dan Eddie. Dimi, we zitten in Moonlight Kid Beds. Kom je? Dokter Husse is er ook. Massie, 24 jaar, is er ook. Oké, ja. Dan BRNT. Doe je speciale oefeningen om zo een mooie zangstemgeluid te krijgen? Zo ja, geef ons wat tips wat je doet. Ik zing heel veel bij deze. Denk je er al aan om Bea ten huwelijk te vragen? Nee, daar denk ik nog altijd niet aan. Waarom niet? Omwille van de relatiestand moet wel iets meer dan een jaar en een half goed verlopen, tot 2 jaar en dan pas kijk ik als ik haar dan ten huwelijk vraag. En ja, dat ga ik ook opnemen of laten opnemen. Tegen die tijd. Dan nog, BRNT. Je zei vorige week dat het zaterdag 43 graden ging worden. Hoe komt het dat dit niet is gebeurd? Dat weet ik ook niet. Dan heb ik de foute dingen doorgekregen. Betaalt Q-Music voor reclame die je maakt voor hun? Nee, maar ik heb wel permission gekregen om de livestreams en al ook op mijn website te mogen plaatsen op mijn website. Zodat ik ook de foute muziek, daar heb ik ook toestemming voor gekregen, maar hun zijn dan zelf gestopt bij Mixcloud en daarbij is die pagina helemaal weggegaan bij deze. Dan opnieuw, PRNT, is het waar dat je je haar rood verft bij 2000 abonnees? Ik denk het niet. Heb dat horen wij. Ik denk het niet. Ik moet dat nog voor 2000 abonnees nemen. Daar doe ik dus niet aan mee. 2500. Dan ga ik er nog wel iets op vinden en dan zal er wel ook weer al iets leuks rond te doen zijn. Geen giveaway, maar wel iets leuks dat ik misschien ook nog wel eens kan organiseren met fans dan. Dan moet ik nog zien op welke tijdstip dat ook juist aanvalt.
Dr. Heusen, zegt Dimi, ik heb horen waaien dat Chrisje en Yuri ooit interesse hebben gehad in elkaar. Klopt dit? Dit klopt totaal niet. Chris en Yuri hebben elkaar nog nooit ontmoet. Of wel misschien één keer of twee keren. Maar daar is nooit iets bij van interesse geweest naar elkaar toe. Dat is nooit gebeurd. Dr. Heusdens, heb jij nog iets tegen Eddie? Nee, bij deze. Jonas, mag ik die vriend die mij vorige week... Mag ik die vriend die mij vorige keer geslagen heeft, omdat ik was vergeten mee te gaan fietsen, nu terugslaan, omdat die nu een andere kameraad in de steek heeft gelaten door niet mee te gaan fietsen? Nee, er wordt geen fysiek geweld gebruikt. Hoor je af en toe nog iets van Manuela en Arno? Nee, daar hoor ik totaal niks van. Aansluitende vraag, wie zijn Manuela en Arno? Die waren er als de eerste erbij, dat waren die ook meededen met de doelopdracht. Met de doelopdracht ben ik op Ruud moeten stoppen omwille van een politiebevel. Ja, ik heb onder mijn voeten gekregen ook van de politie. Ik heb dus uiteindelijk ingebroken in Centerparks Evenmeren. En onze opdracht was, ik ga tijdens middernacht zwemmen in Centerparks Evenmeren. Dus we waren wel al binnengereikt waar ook de bungalows en al waren. Maar we zijn nooit of te nooit aan het zwembad geraakt. Hoe we dat hebben gedaan en al, dat mogen we niet meer zeggen en al. Dat is een geheim. Omwille van ook dat die video ook is offline is gehaald. Op de vraag van Centerparks zelf. Dus zijn die beelden dus offline gehaald. Dus dan weten jullie dat. Dan, Eddie, zijt jij u bewust van uw ecologische voetafdruk? Besef je wel hoeveel hongerige kinderen in Afrika iedere dag zand moeten eten, waardoor ze sterven van scheurbuik, omdat jij iedere dag oneindig veel CO2 de lucht instuurt? Kijk eens naar andere vloggers, die rijden ook redelijk veel rond. En nog meer zelfs als mij. Bij deze. BRMT, wat is je favoriete Clouseau-liedje? Anne, als ik jou zie, ben ik niet meer bij te sturen. Anne! Die momenten zullen eeuwig moeten blijven duren. Bij deze is ook de tweede stuk van zijn vraag al beantwoord. Mieke, wat hoop je nog te bereiken met Psycho TV? Redelijk wat fans, bekendheid. Dat ik mijn hobby nog gewoon kan blijven voortzetten en mijn dagelijkse leven kan blijven doorfilmen. Bij deze hebben we nu de Discord-vragen gehad en dat waren 18 minuten aan een stuk Discord-vragen. Nu krijgen we de vragen van... Een gloednieuwe vlog. Mijn naam is... YouTube. Oké. Even dat erbij nemen. Bij deze. Gaan wandelen in Koersel 887. Daar is één reactie op gekomen. Ik heb gehoord dat je uw haar rood gaat verven bij 2000 abonnees. Ben verdikt daar ook weer op. Ik weet niet wat ik ga doen met 2000 abonnees. Ik ga pas iets doen op 2500 abonnees. Niet 2000, 2500. Dit vind ik echt tof van u. Zo toont je dat je echt om je abonnees geeft als je zo van die dingen doet. Er gaat iets gebeuren, ook samenwerking met de fans. Maar ik kan nog zien wat ik kan gaan doen. Maar mijn haar rood verven, dat zie ik wel nog niet zitten. Dat zie ik niet zitten. Wat moeten ze Bea zo zot krijgen dat Bea dat gaat doen bij mij met het haar rood verven? Ja. Oei. Ja, maar niet. Dan 886, daar zijn twee reacties op gekomen. Van Brain Net Sky.
Yo man, echt leuke vlogs. Dankjewel. Dan ben verdikt. Is het eigenlijk niet moeilijk dat jij en Bea nu al maanden geen intiem contact meer kunt hebben, aangezien jullie niet meer bij elkaar mogen slapen? Ben, ja, het is zeer moeilijk omwille van de seksuele contact dat het er niet is. Is het voor ons echt heel moeilijk. We zijn ons nergens er ook van soms vanavond bijten van, allee, wat kunnen we doen om het toch binnenkort toch nog wel terug eens te laten gebeuren. Want ik zie af en zij ziet af. Dat geven we eerlijk toe. Dan de foute dag van Q Music 885. Daar zijn in totaal één reactie. Is Yuri ook bi? Nee, Yuri is 100% hetero. Best. Dan morgen dubbele vlog online. Er is nul reacties opgekomen. Dan Zilvermeer Mol geheime locatie 884. Daar zijn vier reacties opgekomen. Mike H, als je de locatie in de titel van deze video zet, is het toch geen geheim meer? Ah nee, we zaten om in een geheime locatie aan de Zilvermeer. Maar hoe dat we daar zijn geraakt, dat blijft geheim. Welke plannen heb je deze zomer van Cycle TV Vlogs? In het buitenland is misschien een goed idee. Ben verdikt, ik moet jammer genoeg werken. En ja, zo ik morgen moet ik ook opnieuw gaan werken. En dan ja, kan er dus geen buitenlandse vlog gemaakt dan worden, hè? Dus bij deze. En dan Anusbek, hallo Juri. En dan Wart, klassiek Anusbek. Oké. Dan gaan we door naar de volgende 883. Daar zijn in totaal drie reacties op gekomen. Oei, 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 oei. Daar is ook weer al 6 dubbele punt 50. Hoe gaat die tekst weer juist? Ik vergeet dat altijd. Kan je eens voordoen? Van welke ding hadden ze dan voor? Die niet te beschrijven valt. Take me now, baby, this I am. We need love to understand. Desire is somewhere to fire and I breathe. Love is a language from which we're free. Don't help, let me understand. Let me feel, we don't need your friend. Take your hand, come along the ground. Oké, dat was dus heel slecht gezongen. Ja, ondertussen heb ik ook even mijn gsm ingestoken in de computer. Want na mijn Q&A ga ik ook sowieso alles wel in de kannen zeggen dat ik morgen vroeg zeker het niet vergeet voor het online te zetten. Oh ja. Wacht hè. DSM, camera. Ja. Kopiëren, plakken, plakken. Nee, ga klikken, klik. Nieuwe map. 8, 8, 8. Plakken. Normaal gezien was ik ook vandaag nog naar Stad Hasselt gegaan voor Pokémons. Maar dat is een klein beetje mislukt. Want toen zijn mijn schatje al, ja, je mocht al afkomen. Ja, en dan ben ik maar gewoon naar haar toe gegaan. Oké, dus ik kan die tekst niet voordoen, Eddie, futurist. Dan Mike H. Hoi Dimi, kan je me zeggen waar je zo goed Engels geleerd hebt? Ik wil graag mijn kennis van Engels taal wat bijschaven. Mijn Engels heb ik geleerd dus via internet en via eigenlijk ook naar de Simpsons te kijken, naar de ondertitels. Dus de Simpsons spreken dus continu Engels. En dan heb je daar de ondertitels. Dat is dan in het Nederlands of Vlaams. En zo heb ik zo wat, toch wat Engels geleerd. Mike H, mogen fans ook suggesties geven voor video's die je kunt maken? Zo ja, dan stel ik voor om eens een Google Yourself video te doen. Oh, dat is misschien ook wel eens een leuk idee om dat te doen.
Ja, dus je mocht ook altijd suggesties doorzenden naar mij toe, naar info@zagerdev.be, oftewel gewoon hier onderaan in de comments laten neerzetten. Dan gaan we overigens naar een gaming movie. Ja, daar reageer ik dan ook op. Als ik gaming movies maak, ja, daar probeer ik dan ook telkens een keer op te reageren. Maika, waarom ben je eigenlijk in bijna al je video's naakt? Oh, dat was op die dag toen het redelijk warm was, meer dan 30 graden. Toen had ik dat opgenomen van die comment en kunke remastered Red Alert 001. Was alleen weg. En dan de Q&A van vorige keer, van 23 juni, van 882. Daar zijn in totaal 5 reacties op gekomen. Dimitri in rood bij 2k abonnees. Dat zegt Senne de Duffelaar. Ik ga het bezien. Mike H, leuke vlog. Maar ik denk dat het verboden is om naakt rond te rijden. Als dat zo is, ja, dan ga ik er echt op letten en zal ik dat niet meer doen. Ferme intro, zelf gemaakt? Nee, ik heb die intro niet zelf gemaakt. Heb ik ook weer op doorgekregen door een fan van mij. Dan, Ben Verdikt. De reacties van vlog 878 moeten nog voorgelezen worden. 878. Goedemiddag. Vlog nummer 878. Dan moet ik dus even weer naar Google gaan. YouTube gaan, naar mijn kanaal. Klik je kanaal. Welke nummer hadden ze gezegd? 878. 878. Ja, oké, dan zal ik die gewoon even ook voorlezen. Daar zijn in totaal 9 reacties op gekomen. Jordi van Aken, de laatste 5 minuten zijn goud. Willen we vaker zien? Oké, dat is goed. Dan Mike H, 9.13, een bitch gekregen. Herken. Dus ik ga het ook voor jullie even zo laten zien. Dus ik heb eindelijk ook mijn bitch gekregen, dus dat betekent dat ik ook volledig ben geslaagd. Ah, dat moest bitch zijn. Niet bitch, bitch. Oké, coole vlog Peter. Dankjewel Mike H. Jonas Ilsebroek. Dimi, pas op dat Alice u niet hoort met uw muziek in de auto. He. Anders mag je binnenkort uw auto niet meer in. Ha, 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 ha. BRNT. Op welke tijdstip in het filmpje is de verrassing? Daar heb ik gezegd dat dat Yuri in voor is gekomen op... wacht hè. Op 9.05, dus 19 minuten en 5 seconden, daar is de verrassing dan tevoorschijn gekomen. Omwille van dat Yuri eindelijk eens terug is in de filmpjes is gekomen. Dan Elisa, 23 jaar. Je ziet er goed uit in de vlog, Demi. Vooral op het begin van de video. Dankjewel. Prinks Tim. Verrassing, dankjewel dat jij ook nog altijd kijkt naar mijn vlogs. Jonas Ilsebroek. Hey makker, ten eerste proficiat met de Peterschap. Dankjewel. Ik ben blij, maar dan ook zeer blij voor jou. Bij deze is het dan ook weer gezegd. Daarnaast heb ik toch nog een leuke vraagje voor de Q&A. Wat vind jij eigenlijk van mensen die politiek... partijen steunen zonder te weten waar die voor staan. Dat wil ik nu echt wel eens van u weten. Laat even uw mening hierover weten. Bij deze is mijn vraag gesteld. Dus als ik ga stemmen, staat het op Vlaams Belang. Waarom? Omwille van dat Bjorn Roesbeke, dat is ook een goede maatje van mij. Die zit dus in, zeg het. Ja, die zit in het Vlaams Belang. Die zat vroeger ook in het jeugd Vlaams Belang. En daarbij heb ik altijd op Vlaams Belang gestemd. Daarbij, op andere partijen, nu stem ik op bij Mark Spinks. Dat is de RVA. De RVA, dat is een instantie. Mark.
Pinkston. Ah, N-VA. Voilà, de N-VA. Een hele goede burgemeester. Wil jullie de foto zien? Alex, zal jullie eens de foto eens laten zien van onze burgemeester van Alken. Wacht, hè. Ik ga die even... Voilà. Hier zien jullie even Mark Pinkston van Alken. Dat was een artikel van Sterk Magazine. Die is geproduceerd. Daar staat nog een keer Mark Pinkston. Wanneer dat is geschreven, staat er niet bij. Maar het is wel mooi. Mooie foto's. Dat is dus de burgemeester. Van Alken, waar ik nu momenteel altijd op stem. Oké. Dan gaan we terug naar vlog 882. Dan nog S-Docs. Rijden in die bloot bovenlijf mag niet, denk. Ik denk het ook niet, dus ik ga het ook niet meer doen. Verder gaan wandelen in het Venne. 881. 8 reacties. Mooie nieuwe intro, Dimi. Ik vind dit de beste tot nu toe. Alleen de muziek erbij kan wel beter, vind ik. Oké. Okay. Sennet de Tuffelair. 0845. Dimitis, heb jij Bea achtergelaten of weggestuurd? Je bent plots zo alleen weg. Nee, dus Bea was op een punt gebleven aan straat bij het Venn. Dat zij niet meer kon wandelen. Dus dan heb ik ook gezegd, wacht hier, ik ga heel snel de auto halen, zo snel mogelijk. Ik ben dan zo snel mogelijk naar mijn auto gegaan. Ik heb dan naar die waar zij dus aan het wachten is op mij, heb ik dan tot daar gereden. En dan haar terug opgepikt, bij deze. Jonas Ilsebroek, brandnetelsoep, dat is lekker hé, maar gevaarlijk om je keel aan te netelen. Heb je dat al meegemaakt? Nee, ik heb nog nooit brandnetelsoep gegeten. Dus ik weet ook niet hoe het smaakt. Bij deze. Eddy. Prettige frietdag in deze garnaalgeneratie. Dimi. Oké. Okay. Elisa, 23 jaar. Gaan wij eens wandelen? Ik kan namelijk heel goed wandelen. En ben een leuk gezelschap. Ja, ja. En Bea, wat moet die dan doen? Dan Elisa, schrijfdader tegen Jonas, die laten we thuis. Ja, ja, ja. Elisa was een fake account, mensen, dus trap daar alsjeblieft niet in. Jonas dan, Schulensmeer is een leuk plekje. Oké, dus daar, zijn we ook, daar ben ik al heel vaak ook al gaan zwemmen. Dan gaan we over naar vlog 880. Daar zijn 5 reacties opgekomen. Kiffer SP, een kayak day is een echt geweldig idee, Timmy. Oké, dan wil ik dat wel eens doen. Dan Briefgignus heeft daar iets in het Chinees gezet. Dus ik ga dat gewoon vertalen. Dus vertalen. Enter. Taal herkennen. Dat is in het Japans. Luister goed. 中国观众您好, 您真的很喜欢. En dat betekent... Hallo Chinees publiek, je vindt het echt leuk. Voilà, bij deze. Stuk beantwoord. Jonas Ilsebroek, kan je meer pranks doen? Vind dat je dit heel goed doet. Je bent echt een noobas. Oké, dat ik een noobas ben, dat wist ik niet. Ja, dat wist ik wel hoor, maar ja. Waarom staat er... Puntje, 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 naast uw deur. BRNT, ja, dat is mijn huisnummer, hè. Mike H, nice. Oké, okay, dankjewel, Mike. Dan gaan we nog naar... dan ben ik rond met mijn vlogs, ja. Dan ga ik zulke van richting mijn slaapkamer toe. Ah nee, dat kan ik ook nog niet. Ik moet nog mijn vlog nog insteken en dan kan... En dan ga ik pas slapen. Ik dacht dat ik toch een melding had. Oké, okay, toch niet. Bij deze. Heel veel bedankt om te kijken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan ook niet te abonneren op mijn kanaal.
En vergeet ook niet op het belletje te drukken, dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe video online komt. Tot morgen allemaal, yo!